Euripides Electra, vers 618 tot en met 629. Orestes plant samen met de oude man, de oude verzorger van Agamemnon, de moord op Aegisthus. De oude man voorziet Orestes van de informatie die hij nodig heeft. Zo is duidelijk geworden dat Aegisthus vreest voor de terugkeer van Orestes. Er volgt een nieuwe stap in het verhaal, gekenmerkt door Aien. Goed dan. Orestes wordt wat korzelig als hij geen concreet antwoord krijgt. Sudé, nou, jij dan. Toen tende is krasis van toe met entende. Jij dan vanaf nu, boerluizon, een imperativus a Orestes, adviseer, Geron, oude man. De oude man zegt, tame un acuson. Tame is ook weer krasis uit ta en ema. Letterlijk betekent het de mijne, vul aan epe, vul aan mijn woorden. En dan staat er un. Un is een nieuwe stap in het verhaal. In het woordenboek is dat ook opgenomen. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of het is concluderend, dus daarom, of het is een voortzetting van het verhaal. Nou, luister dan. Acuson is een imperatieve aoristus. Luister dan ta ema naar de mijnen, naar mijn woorden. Deze omslag van de oude man wordt uitgelegd met een garzin. Gar, want arti, zojuist me ezelteti. Zojuist kwam er iets binnen bij mij. Orestes zegt est lonti. Ti congrueert met eslon en betekent het een, enig goed, iets goeds. En dan menuseias is een optativus. Dus een optativus in de hoofdzin. En dan heb je te maken met een wens, drukt een wens uit. Mogen jij iets goeds bekendmaken? En aistomen, mogen ik het begrijpen? Ego staat helemaal achteraan in de zin. Er wordt ook nog eens apart benoemd. Krijgt door hierdoor extra nadruk. De oude man begint gelijk met het belangrijkste aspect. Aegisthus. Er volgt weer nieuwe informatie over Aegisthus. Aegisthus Aidon, zag ik. Aidon is de aoristus van Horao. En wanneer hij hem zag, staat hij met een bijzin. Henig, toen ik kwam en tade hierheen. Nou, de oude man is met een omweg daarheen gekomen vanaf zijn huis. Hij is eerst nog langs het graf van Agamemnon gegaan. En tijdens zijn reis zag hij dus Aegisthus. Orestes antwoordt, pros ekamen to reten. Ik verwelkom het gezegde. Nou, maar goed, de oude man is nog steeds niet erg concreet. En poios topos, op welke plaats, waar heb je hem gezien? Het meervoud hier mag als enkelvoud vertaald worden. Agron pelas toonde, dichtbij, en dan agron toonde. Toonde is altijd dichtbij in de buurt van de spreker. Dichtbij deze akkers. Hippoforbion epi, en hier heb je weer te maken met postpositie. Postpositie wordt bekend verondersteld in de syllabus. Soms moet een voorzetsel verbonden worden met een woord of een woordgroep die daaraan vooraf gaat. En hier heb je dat dus. Epi wordt verbonden met hippoforbion bij de paardenstallen. Nu duidelijk is waar hij is, is ook van belang wat hij daar doet. Die droomte. Droomte is een participium. De alfa is weggevallen en dan is de accusativus congruëerd met Aegisthus uit vers 621. Wat doende terwijl hij wat deed? Hij volgt een zin die de vraag verklaart. Gar, want, horo, ik zie, elpida is het accusatief van elpis, ik zie hoop, ex ameganon, uit hopeloze dingen. De oude man antwoordt, nymphais eporun erotin, eporsun, hij bereidde een erotin, een feest voor, nymphois, voor de nymfen. Hose doxe mooi, zoals het mij in ieder geval leek. De nymfen zijn
vrouwelijke natuurgeesten zijn in de hele natuur aanwezig als bos, water, berg, boom, nymfen. Ze kunnen gevaarlijk en bedreigend zijn, al zijn ze meestal vriendelijk en goedgezind. Ze staan vrouwen bij, bij zwangerschap en bevalling en ze beschermen ook jonge kinderen. Ze brachten gezondheid en voortspoed. In vers 777 tot 840 wordt de offerplechtigheid verder beschreven. Nou, omdat hij aan de nymfen offert, vraagt Orestes zich af waarom specifiek de nymfen. Trofeia is predicatief in 626. Vul aan, hij bereidde een feest voor uit het vorige vers. Een kenmerk van de stichometrie, dat delen worden weggelaten. Hij bereidde een feest door Trofeia als dank voor de opvoeding, paidoon, van zijn kinderen of pro melontos toku, of voor een toekomstige bevalling. Of voor een zullende toku bevalling. En deze vraag heeft dus te maken met de taken die de nymfen hadden als beschermers van vrouwen bij zwangerschap, bevalling, maar ook als beschermers van kinderen. Nou, dat weet oude man niet. Ook oida, dat weet ik niet. Plan en hen, sorry. Hen is de onzijdige vorm van hijs. Eén, het telwoord. Dat weet ik niet, behalve één. Een koe te slachten, hoplitzeto, maakte zich gereed. In vers 62 had Elektra ook nog aangegeven dat Clytemnestra met Aegisthus ook andere kinderen had gekregen. En dat verklaart het eerste antwoord, het eerste suggestie van Orestes als dank voor de opvoeding van zijn kinderen. Nu duidelijk is waar hij is en wat hij doet, is nog van belang met wie hij dat doet. Meta staat hier tussen de woorden waar het bij hoort. Met Polzoon Androon, met hoeveel mensen? Monos of alleen? Meta in postpositie Dmoon of alleen met zijn slaven? Vul aan het woordje en, was hij? De oude man antwoordt Oedijs par en Argeios. Niemand was aanwezig, nou ja, in ieder geval Argeios van de archivers. Geen enkele archiever was aanwezig. Oikeiade geir, maar alleen een tot het huishouden behorende groep mensen.